Op het Marktplein in Almelo werd in het bijzijn van tal van autoriteiten door de Canadese ambassadeur in ons land, de heer Pierre Dupuy, een monument onthuld dat blijvend zal herinneren aan de bevrijding van de stad in 1945 door onderdelen van het Canadese leger. De zuil is tevens bedoeld als een blijk van waardering en dankbaarheid jegens de Canadese militairen die ver van hun vaderland het leven verloren in de strijd om onze vrijheid. Het monument, dat vervaardigd is uit tufsteen naar een ontwerp van de Almeloze stadsarchitect Baljet en een geschenk is van de gehele Almeloze bevolking aan haar stad, draagt naast de Nederlandse leeuw het bekende Canadese symbool, de Maple Leaf.